Oma Brit leest voor. Verhalen van Ot en Sien. Geschreven door Jan Lichthart en H. Scheepstra en geïllustreerd door C. Jetses. Kun je ze pakken? Het is koud buiten, maar Ot en Sien zijn niet bang voor de kou. Het zijn geen kleumers, zegt moeder. Ze heeft Ot een das omgedaan en Sien kreeg van haar moeder een lekkere warme muts op. Zo kunnen ze er wel tegen. Ze gaan naar buiten. Niet in de tuin, daar is het te nat. Maar op straat spelen ze nu. Hun wangen worden rood en ook een beetje blauw. Dat komt van de kou. Het geeft niet. Ze lopen hard en dan worden ze wel weer warm. Schrikketikketikketik. Wat is dat? Hagel, roept Ot. Sien, het hagelt. Ja, het zijn hagelstenen die uit de lucht komen vallen. Kleine witte kogeltjes lijken het wel en ze tikken tegen de ramen. Ze dansen en springen op de straatstenen en als ze opgesprongen zijn, rollen ze nog een eindje weg. En ze dansen ook op de kleren van Ot en Sien. En dan springen ze verder op de stenen. Ot en Sien steken hun handen uit om ze te pakken. Ot, Ot, ik heb er een. Kijk, kijk. Sien rent met het witte balletje in haar hand naar Ot. Ach, wat jammer, het smelt. En nu is het weg en Ot kan het niet meer zien. Ot en Sien, roept moeder, komen jullie toch in huis? Hè, waarom nu? Het is juist zo leuk buiten met al die hagel. Maar moeder vindt het niet goed. Jullie kunnen binnen ook wel iets leuks gaan doen, zegt ze. Wat gaan we dan doen, moeder? Moeder haalt twee wortels, voor elk één. Maak daar maar eens een mooi karretje van. Dat kan ik best, zegt Ot, maar hij moet het mesje hebben. Mag dat van u, moeder? Dat mag. Maar pas op dat je je niet snijdt, zegt moeder. En wat moet Sien nu? Die mag naar Ot kijken, maar eerst moet ze hun muts en de das afdoen. In huis hoeven ze niet zo warm ingepakt te zijn. Moeder gaat weer aan haar werk en Ot begint met een karretje. Hij snijdt mooie ronde plakjes van de wortel. Weet je wat dat worden, Sien? De wielen? Ja, de wielen. En dit wordt de kar, maar die moet hol zijn. En Ot neemt een stuk van de wortel. Hij snijdt er nu het gele hart uit. Dat is de bank van de kar. En de wieltjes, die maakt hij met een stokje aan vast. Ziezo, nu is de kar klaar. Sien mag ermee rollen. Hard gaat hij niet. Ze moet hem een beetje voortduwen. Ot maakt nog een karretje. Dat is zijn eigen. Nu moeten er nog mensen in. En Ot snijdt een paar stukjes van de wortel af. Dat zijn de mensen, zegt hij. Een man en een vrouw. Geef je mij ook een paar mensen, zegt Sien. En ook een kindje? Ot doet het. En dan gaan ze ermee spelen, tot het hun verveelt. En wat doen ze dan? Nou, dan eten ze alles op. De karretjes, de mensen en ook het kindje.